In deze sessie Duurzaam Presteren wil ik het eigenlijk op twee manieren hebben over duurzaamheid. Ik ga het hebben over duurzaamheid in de klassieke zin, maar ook duurzaamheid als het gaat om duurzame relaties in een samenwerking. En beide perspectieven put ik eigenlijk uit mijn eigen ervaringen op de Noordpool. En om te beginnen is de Noordpool natuurlijk dé plek waar je de impact van klimaatverandering kunt waarnemen. Dat doe ik al lange tijd. Door de jaren heen heb ik grote veranderingen gezien in het Noordpoolgebied. Ik ondersteun ook klimaatonderzoek. En die urgentie die ik daar ervaar, die vertaal ik naar de ondernemerswereld. En dan denkt u, dan komen we weer met een heel pessimistisch Al Gore-achtig verhaal over het klimaat. Wat kan ik daarmee als ondernemer? En het is eigenlijk heel simpel. Je kunt die wereldproblemen uiteindelijk heel klein maken door ze te vertalen naar je bedrijfsvoering. Want het is niet te geloven, maar de MKB'er in Nederland verslindt per jaar, dus met elkaar, 300 miljoen euro aan energiekosten die niet nodig zijn. We zijn niet effectief bezig met energie. En wat ik doe voor de ondernemers in mijn sessie is dat ik ze vertel hoe ze daaraan kunnen werken. En om één tip al te geven, dat is heel simpel. Elke organisatie maakt gebruik van verlichting. En verlichting draait natuurlijk op elektriciteit. Twee kengetallen. Verlichting in de regel maakt ongeveer 20% uit van de energiekosten. En op verlichting kun je met hele makkelijke maatregelen 40% besparen. Die investeringen verdien je met 1 à 2 jaar terug. En daarna heb je dus te maken met structureel lagere kosten en dus meer winst. En in die zin zou je dus kunnen zeggen, als je zo aan duurzaamheid werkt, maak je eigenlijk dubbele winst. Je verhoogt de winst in je organisatie en je werkt ook nog aan een duurzame samenleving. Het tweede perspectief wat ik kan geven op het begrip duurzaamheid, dat gaat dus meer over de duurzame relaties tussen mensen. Als wij weggaan naar de Noordpool in een omgeving die zeer veranderlijk is, hoge eisen stelt aan de manier waarop we onszelf organiseren, dan zullen wij echt op basis van duurzame verbindingen moeten handelen. Om in ieder geval naar elkaar toe de grootst mogelijke zekerheid te bieden. En dat doen we door al in de voorbereidende fase van een expeditie echt op zoek te gaan naar de fundamentele uitgangspunten. We gaan niet alleen praten over waar we naartoe willen, welke materialen we daarvoor nodig hebben, maar we praten ook over die zachtere kanten, over wat verwacht jij nu van dit project? Wanneer is dit voor jou geslaagd? Wat is er af als het af is? En natuurlijk heb je het dan ook over rollen en taakverdelingen en over verwachtingen. En de les geleerd is eigenlijk dat als je dat doet, dat je eigenlijk niet voorbij kunt aan het feit dat er conflicten ontstaan. Omdat mensen zich daar altijd in moeten zetten en vinden. Er zit altijd initieel wat spanning in, zeg maar, de verwachtingen en de percepties. Als je dat tijdig adresseert, dan kun je dat nog heel goed oplossen zonder dat het escaleert. En heb je dus eigenlijk die basis gelegd om ook onder uitdagende omstandigheden een prestatie neer te zetten.